een zwembadlucht. Geen varkens? Nee, geen varkens gelukkig. Toch is dit zwembad helemaal verwarmd door varkensvet. Serieus? Ja, dan ga ik niet meer zwemmen. Waarom niet? Nou, dat mag niet voor mijn geloof. Oh, dat is ideaal. Lekker biologisch, toch? Ja, maar je merkt er toch niks van? Ja, dat maakt niet uit, maar pak het gewoon vies. Ja, als je het weet vind je het misschien niks, maar dit varkensvet is de ideale brandstof voor zwembad de Tongelreep in Eindhoven. En ze wekken er zelfs zoveel kilowatts mee op dat ze naast het zwembad ook nog ruim 4000 huishoudens voorzien van energie. Maar voor veel badgasten blijft het toch een gek idee. Vies? Vies, ja. Apart. Omdat er van een vetje komt. Ja, maar ruiken doe je het alleen bij de verbrandingsmotor, want die varkensgeur hangt niet in het zwembad. Toch? Ik denk dat tussen de oren zit. De varkensoren? Ja, aan de krulstaart. Ja, hier dus geen luchtje varken te bekennen. Ah, maar nu ik het gehoord heb, wil ik de bad niet meer in. Tja, bij de een zit het sneller tussen de oren dan bij de ander.